Het ging vandaag over de begroting, over het huishoudboekje van Kuik. Hoe knopen we de eindjes aan elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we ook de komende jaren weer de goede dingen voor Kuik kunnen blijven doen en daar ook het geld voor hebben? En het liefste dan nog zonder dat de burger daar het meeste van merkt. Zo min mogelijk. In het eerste jaar, toen we begonnen, voordat de begroting er lag, hadden we best wel grote tekorten, 1 miljoen in totaal. En toen zijn we met bezuinigingsvoorstellen en een paar technische trucjes, hebben ervoor gezorgd dat het eerste jaar net genoeg geld hadden. Ze komen bijna precies uit. En in de jaren daarna, want je maakt de begroting ook altijd voor meerdere jaren. En in de jaren daarna, vanaf 2021 ongeveer, dan is er wel weer geld om wat mee te doen. Dus daar wilden een aantal partijen vast op voorsorteren. Ja, dat heeft zeker invloed gehad, omdat ik zei net al, het eerste jaar hadden we nog een groot gat. En omdat we gaan herindelen, moet je al vanaf het eerste jaar ervoor zorgen dat het gat helemaal dicht zit. En dat betekent dat je meer extra maatregelen moet nemen voor dat eerste jaar. En dus heb je een nog grotere uitdaging om ervoor te zorgen dat je ook echt meteen vanaf het eerste moment je begroting dicht hebt zitten. Ja, dat lijkt misschien zo, maar dat is echt niet zo. En uiteindelijk, ja, als we de centen overhouden, dan kunnen we daar in de nieuwe gemeente natuurlijk ook nog gewoon gebruik van maken. Dus de goede ideeën die we nu hebben voor Kuik, die verdwijnen niet ineens als we een grotere gemeente zijn. Dan gaan we het geld nog steeds uitgeven waar dat nodig is. Als het goed is, niet zo heel veel. De belastingen worden niet veel meer verhoogd, zoals bijvoorbeeld vorig jaar. Het was al een hele grote verhoging. Dit jaar zijn het alleen maar hele kleine stukjes, dus daar merk je als het goed is niet zoveel van. En we hebben ook geprobeerd om geen voorzieningen te sluiten. Dus ondanks dat we iets moesten bezuinigen, hebben we dat vooral gedaan op een aantal kleine budgetjes, overal net iets van afhalen, zonder dat je echt bijvoorbeeld een bibliotheek of een consultatie of wat dan ook moet gaan sluiten. Maar dat je alles kan behouden zonder dat het ons per se meer kost. Wij hebben vandaag gefocust op het tekort op de jeugdzorg. Wat we nu aan het doen zijn, is voor dat miljoen tekort op de jeugdzorg, zijn we op alle andere voorzieningen in Kuik stukjes weg aan het halen en stukjes aan het bezuinigen. En op zich maken die kleine stukjes nu niet zoveel uit, maar als we nu niet gaan ingrijpen bij de jeugdzorg, en dat kunnen wij als gemeente niet doen, maar dan moeten ze in het Rijk doen. Als het Rijk niet ingrijpt voor de jeugdzorg, dan moeten we al die jaren blijven bezuinigen. En dan kom je er straks niet onderuit dat je voorzieningen in Kuik moet gaan sluiten, omdat Den Haag ervoor zorgt dat wij een tekort hebben. Daar moeten we zo snel mogelijk iets aan pakken.